Doodeng vond ik het. De hele tijd keek ik schichtig om me heen of er niemand was die me kon zien. Waar heb ik het over? Vlog in het openbaar. Maar daar gaat deze vlog niet over. Deze vlog gaat over storytelling. Waarom begin ik over vloggen in het openbaar terwijl ik mijn vlog over storytelling wil hebben? Storytelling gaat erom dat jij jouw persoonlijke verhaal gebruikt om vervolgens te laten zien welke problemen van jouw klant jij op kan lossen. In dit geval begon ik dus met vloggen in het openbaar, want dat is nogal een ding. Je begint dus bij storytelling met jouw persoonlijke verhaal. Daarmee wek je de interesse van je klant en zorg je dat ze geboeid gaan luisteren. Jij legt uit wat jouw probleem was, hoe je dat hebt overwonnen. Je herkent vervolgens het probleem van je klant en je biedt ze een oplossing. Dat helpt heel erg met verkopen, maar het helpt ook om mensen geboeid naar jouw vlog te laten luisteren. Zeker wanneer jij je vlog tips geeft, is dat natuurlijk de ideale manier om je kijkers geboeid naar je vlog te laten luisteren. Want als ik nu gewoon zou gaan vertellen, storytelling is een handig hulpmiddel. De bedoeling is dat jij vertelt wat jij meegemaakt hebt. Vervolgens laat je zien dat je het probleem van je klant herkent en uiteindelijk laat je ook zien hoe je tot een oplossing kan komen. Dat spreekt natuurlijk veel minder aan dan wanneer je eerst met je eigen verhaal begint. En dat is het idee achter storytelling. En storytelling kan je dus gebruiken om je producten en diensten te verkopen, maar dus ook om je vlog te verkopen. En dan bedoel ik niet letterlijk verkopen, dat mensen gaan betalen voor je vlog, maar wel dat ze geboeid blijven kijken en dat ze vaker naar je willen kijken en dat ze zich op jou gaan abonneren. En uiteindelijk helpt je dat natuurlijk ook om je producten of diensten te gaan verkopen. In mijn vlog schrijf ik heel veel tips over vloggen en ik heb ook een e-book met 3 gratis tips. Dit kan je downloaden op mijn website www.fotovideo4you.nl. Tot de volgende vlog!